wat ga je mij slaan, man? Rustig. Ik probeerde gewoon alleen die kant op te lopen en naar die deur te lopen. En je stond gewoon in de weg. Is wat, vriend Willem, man. De volgende keer pak ik jou. Ik sla je helemaal lam. Kom maar binnen. Hey, wat? Hey, nou, hoe gaat het nou mee? Ja, wel goed, man. Ja, nou, ik zie iets een beetje raars in je achtertuin om hier te zijn, man. Wat is dat? Oh, dat? Oh, dat is een toren. Hoe komt die toren in je achtertuin? Geen idee. Maar nu ik hier toch ben, ik heb wel een beetje honger om hier te zijn. Heb je wat eten voor me? Oh, ja hoor. Wat was dat? Oh, je wilt nog vlees hebben voor op je boterham. Ja, maar waar kwam dat vandaan? Oh, dat kwam van de toren. Laat maar, denk ik. Ik heb geen honger meer. Maar Bram, die zou toch ook komen? Ja, dat klopt. Maar waar is die dan? De toren. Oh god, Bram, ga er maar met hem. Heeft hij zijn benen gebroken? Is hij dood? Ik weet niet, is hij dood? Oh, ik vind het echt... Hoi, zie. Bram? Oh, je leeft toch, Bram? Waar kom je vandaan dan, Bram? Van de toren. Oké, gelukkig. Maar wat deed je erboven dan? Oh, ik maas het dak aan het afmaken. Dak van wat? Van de toren. Wat doet dit toren hier? Ik wil het weten! Ah! Nou, Mark, nu wil ik eens en voor altijd weten hoe die toren hier komt. Vertel. Nou, de meeste mensen hebben een wensput in de achtertuin. En wij hebben wenstoren. Als je hier naar boven klimt, dan koop je je grootste wens uit. Wacht, waar moet ik naar boven klimmen? In de toren. Dus als ik hier naar boven klim, dan wordt mijn grootste wens ter vervulling uitgebracht? Naar boven klimmen in wat? De toren. De toren. De toren. Alle fangirls op de stokkie, wat is hier aan de hand? Ja, hallo! En welkom! In de toren! Oh, zo, bijna bij niveau 2. Oh, wacht, wat is hier aan de hand? Oh, hé, eindelijk boven! Laat die wens maar in vervulling gaan! Ja hoor! Oh my god, Mark! Mijn grote mens is uitgekomen! Mag ik een handtekening? Alsjeblieft, ik vind je video's leuk! En ik ben geabonneerd! Mark, ik wil een handtekening! Ja! Handtekening! Ha, hij is erin getrapt! Waar in? Ja, in die toren die jij gebouwd hebt! En als het goed is, is hij dus nu bij Mark en 3, 2, 1... Prank! Prank! Woo! Yo, boys van de GameStars, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe sketch. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Doe even abonneren op EGS voor meer van deze toffe video's. Sorry dat ik er vorige week niet was, dus Remco heeft het even overgenomen. Dat was een beetje anders dan normaal. Maar het was wel geinig, toch? Ja, en doe ook even abonneren op een GameDorp. Zit ergens in de beschrijving. Doe me even volgen op social media. Ik wil Sieg bedanken en Bram bedanken voor het meedoen met deze sketch. En dan is hier een... discobol. En hier zijn bloepetjes! Woe! Sieg, ik zie een leeg bootje varen. En ik zie jou daar helemaal... Wat is hier aan de hand? Ik geef naar de wc, Ja, ik zie jou, maar... ik zie een leeg bootje hier aankomen. En Sieg zie ik daar hangen in de oceaan. Zie je me nu? Ik zie je nu. Ja, daar. Nee, daar. Wat? Niet hier? Nee, je zit in een leeg bootje. Wacht. Wat is dit nou weer? Oh, daar ben jij, Sieg. Zie je wat me meegenomen door die pissen? Nee, ik sta hier stil. Ik sta hier letterlijk stil. Mij niet hoor. Niet hoor, ik sta gewoon stil hier. Wacht, ik kan zelfs een blok erboven zetten als ik wil. Wacht. Kijk maar. Zie je? Ik zie niks.
vlieg, daar staan! Hé? Hey? Weird, wacht, nu? Ja, dat zie ik zo duidelijk. Wat zullen jullie aan het doen, joh? Het is afgelopen, jongens. Ik zei van de rakettentoren, toren raketten maken. Raketten maken? Een grote raket. Wat? Ja, een raketje. Die is zo'n ijsraket niet. Oké, zo gaan we. Een raket maken van de toren? Doe. Oké, let's go. Doe dan. Want ik kon die 3, 2, 1, lopen. Kom. Oh, die komt. Oh, yes! Het is mislukt. Nee, niet zo, daar gaat hij maar. Hij is wel weg. Technisch gezien is hij wel weg. Holy shit. Jongens, dat is geen raket. Ga hem naar de maan sturen. To the moon. Er vloog wel wat, want er was geen toren. Nou, er was stukjes toren.